Dames en heren, geef hem een staande ovatie. Hier is La Bestia del Este. Hier is de Knockout King. Hier is Sasha Yengoyan. Met veel show en met zijn dochtertje betreedt Sasha Yengoyan de Gentse topsporthal. Hij staat voor de kamp van zijn leven. Maar als hij de wereldtitel wil, moet hij wel voorbij deze man. Titelverdediger Anderson Clayton. Maar de Braziliaan heeft er niet echt zin in Gent. Hij ontwijkt het gevecht alsof hij schrik heeft en voert in de derde ronde een echt theaterstukje op. Na een lage stoot gaat hij plots door de knieën. Hij wil Yengoyan laten disqualificeren voor een slag onder de gordel. Maar op deze beelden is duidelijk te zien dat hij theater speelt. De Braziliaan blijft ook nadien onsportief boksen. In de vierde ronde levert het hem een officiële vermaning op. Anderson Clayton krijgt de hele topsporthal over zich, maar daar trekt hij zich helemaal niets van aan. Hij blijft verdedigen tot en met de zesde ronde. Nadien blijft hij op zijn stoeltje zitten. Technische knockout. Het is niet de gedroomde manier om te winnen, maar Sasha Yengoyan heeft toch maar mooi de WBF-wereldtitel bij de lichtmiddengewichten beet.